Daar gaan we weer. Woe. Lekker een zonnetje. We zijn aan het eten. Ik eet kidneybonen met mais en tomaat. Met koriander. En een beetje sambal, want ik had geen cayennepeper meer. En Piet kreeg boterham met hagelslag. Schattig. Maar goed, we zijn net voor tegels wezen kijken. Het is vandaag de tweede dag dat we aan het huisje gaan klussen. Dus ik dacht, we pakken de camera er maar even bij. Was misschien leuk geweest als ik ook bij de tegelboer even had gefilmd. Of tegelboer, noem je dat zo? Geen idee. Maar we zijn dus op twee plekken geweest kijken voor tegels. Hadden ze exact dezelfde tegel. Eentje was 46 euro per vierkante meter. En de ander was 39,50 per vierkante meter. En als je 66 vierkante meter hebt om te bedekken, dan scheelt dat best wel veel. Dus we gaan nog even onderhandelen. En dat vinden we allebei best wel lastig. Dus gaan we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar in ieder geval, het moet goedkoper kunnen dan 39,50, vonden wij. Toch? Yep. Vandaag gaan we weer lekker slopen. Maar eerst even eten. Lekker van het zonnetje genieten. En ja, let's go! Hoi. Waarom is het altijd zo dat je als je één keertje naar de gangen gaat, dat je daarna nog gewoon vijf keer moet gaan? Ik vind dat zo hatelijk. Maar dat is gewoon altijd zo. Of in ieder geval altijd bij mij. Ik denk dat je daarom ook die kortingsbonnetjes krijgt van geldig bij een nieuwe aankoop. En volgens mij weten ze dan gewoon al dat je diezelfde dag nog vijf keer terug moet komen. Want het is gewoon altijd zo, als je aan het klussen bent, dan heb je iets nodig. En dan ga je dat halen. En dan ben je bezig. En dan kom je erachter dat je nog eigenlijk vijf dingen nodig hebt. Waarom is dat zo? Ik vind dat zo irritant. Ik ben nu voor de derde keer op rij vandaag op weg naar de Gamma. Ja, oké. Okay. Dus ik moest even zeuren. Het is maar 5 minuutjes rijden of zo hoor. Of 10 minuutjes of weet ik het wat. Het is niet zo ver. 7 minuten. Laten we de middenmoot aanhouden. Maar ik vind het gewoon zo balen. Dat ze niet gewoon hele dingen verkopen. Ik moest een band hebben voor onze kruiwagen. De band van onze kruiwagen is stuk. Nou, daar kun je niet gewoon een nieuw bandje op zetten. Daar moet je gewoon zo'n heel wiel moet je daarop zetten. Nou, dus ik zo'n wiel kopen. Pieter vroeg van, wil je alsjeblieft zo'n wiel gaan halen? Ik denk, nou prima, ik weet niet wat ik moet hebben, maar ik haal wel iets. Is niet goed, ik wil altijd ruilen. En nou, dan kom je thuis en dan kom je erachter, oh, hier zit geen as bij. Er moet ook een as op, want anders kan dat ding niet in de kruiwagen geplaatst worden. En denk ik, waarom verkoop je een wiel zonder as, terwijl je weet dat daar een as op moet? Dus ja, ik heb bouwfrustraties. Het is dag 2 en ik heb nu al bouwfrustraties. Nou guys, ik ben blij dat jullie er zijn om gezelschap te houden. Dus ja. Ja, kom op meneer. Doet hij ook gewoon even alsof hij voorrang heeft. Dan komt het allemaal goed met de rest van ons. Nou, ik ben weer thuis. Denk pas nog niet. Dus we gaan gewoon een nieuwe kruiwagen kopen. Want ik ben een beetje boos nu. Dus, en wat is het beste wat je kan doen als je boos bent? Slopen! Oeh, kijk, het dak gaat er hier letterlijk af. Al muizennest zijn we al tegengekomen. We? Pieter. Pieter is een muizennest tegengekomen. Want ik moest op en neer rijden naar de Gamma. Het is hier echt een ravage nu. Zo ligt alles er nu bij. Dus, ik heb mijn werkbroek weer aangetrokken. En dan gaan we deze muur weer tussenuit halen. Hoe het er nu uitziet. Met het plafond hier ook zo. En die muur gaat er dus uit. En dat wordt straks allemaal één grote leefkeuken. En die gaat er ook uit. Dus ja. Zo, nou, die hebben we verdiend.
Echt tussen het puin en het stof nu. En ja, ik ben ook een beetje vies zelf nu, maar ach ja, hè? Daar doe je het voor. Maar zo ziet het er nu dus uit. Ja, alles ligt nu open. We kijken tegen het dak aan. Kijk wat de stof, je ziet het misschien niet heel goed. Ik ga lekker douchen. En deze nog even opdrinken. En dan zie ik jullie morgen weer. Gaan we weer klussen. Yay! Tot morgen. Goedemorgen. Middag. Even brood te maken voor Pieter. Ik voel me slecht vandaag. We hebben gisteren een feestje gehad. En ik voel me echt heel slecht. Je ziet het waarschijnlijk ook al met jou. Maar, we moeten gewoon weer klussen vandaag. Dus, ja, we doen het helemaal mee. Maar goed, ik ben even lekker boterhammetjes aan smeren. Lekker met hagelslag hier in de kamer. En Pieter is echt flink aan het slopen. Zo ziet het er nu uit. Het gaat echt hard. En je hoort hem ook wel dat hij het gewoon dik slaan en zo. En mevrouw slaapt hem gewoon lekker erin. Ja, schatje. Mijn liefje. Joa, schatje. Dus die vindt het wel prima. Thank you. Deze bewaren we dus allemaal, die we nog kunnen gebruiken. Die moeten we nog afkappen. Ja, die gaat dan daar. En hier vliegt de meer eruit. Beetje achter glas. Oh nee, dat zie je niet. Twee. Hoppa! Stenen vliegen in mijn hele kamer. En de was staat er gewoon nog steeds. Nou jongens, de muur is eruit. Echt super veel ruimte in één keer. Dus keuken en woongedeelte. Eerst was het tot hier. Dan zit alleen keuken. Echt super tof. Hé, schatje. Fuck you. Why do you say fuck you? Now it's gonna be... You're making a fool of me. No, now it's not family friendly content anymore. So I'm not gonna get paid. I'm watching porn right now, baby. What you do? You're gonna be on YouTube. Okay, here's a hot important home. That's the beat. Now this is a girl. There you go, YouTube. Girl. You're weird. Neeltje, Kasteeltje. Neeltje, Kasteeltje. Oei. Je kijkt echt als Grumpy Cat nu. Ja, je kijkt echt als een Grumpy Cat. Oh, kut. Ik heb net serieus 5 minuten aan een stuk door staan kletsen over mijn outfit van vanavond. En ik zie gewoon dat ik niet op opnemen heb geklikt. Veel. Oké, maar goed. Wat ik dus net al aan jullie heb verteld, maar de camera liep niet. Heel slim, Paula. Goed zo. Mijn haar doet een beetje lastig.
En ik heb net de vlog van Therian zitten kijken. Oftewel Survivor on Stilettos. Een oud collega van me. Of althans, we hebben samengewerkt een tijdje. Hele lieve meid. Echt een super, super goede blogger, vlogger. Social influencer. Echt waanzinnig. Ze zit bij de Maybelline Squad nu. Dus daar ken je haar misschien wel van. Ja, ik vind het echt een powervrouw. Echt een toppertje. Maar goed, ik heb dus net haar vlog zitten kijken. En ze draagt ook heel veel hoeden. Ik ben ook echt een hoeden- en pettenmeisje. Maar je hebt dus al heel lang geen hoed meer gedragen. En nu doet mijn haar dus een beetje, ja, een beetje wazig. Dus ik dacht, laat ik weer eens een hoed opzetten. Dus ik ga die nu even, ze liggen nu in de garage wegens de verbouwing. Dus ik hoop dat ze niet al te ondergestoft zijn en... Ja, dan ga ik lekker een hoed opzetten en dan komt mama me zo halen. Want we gaan in Tilburg naar het Cabarana. Hoe heet die man? Goué Verveer, zeg ik het goed? Oké, hij staat aan. Heel goed. Ik heb een aantal hoeden. Twee bruine, een zwarte en een groene. Dus jullie mogen even zeggen welke jullie het tofste vinden. Deze is voor nu een beetje groot. Dit is mijn zwarte, waarvan ik denk dat die echt gewoon het meest makkelijk is. Deze heb ik echt heel veel gedragen. Ik voel hem niet zo. Bij deze look ook. Ik voel hem niet zo. Meestal ben ik gelijk als ik een hoed opzet. Dan denk ik ja, dit is het. Het is af. Oh, echt wat een puinzooi. Deze is beter. Nou, misschien dat we deze maar doen dan. Dan heb ik... Dit aan. Even. Dus. Deze. Waar komt deze ook alweer vandaan? Ik heb geen idee. Volgens mij heeft hij gewoon een keertje bij AliExpress of zo besteld. Nou, een shirtje van Levi's. Die iedereen heeft. Riempje, broek en schoenen. Van de H&M ook gewoon allemaal. Ik heb ook nog even deze van de H&M geprobeerd. Deze is misschien net iets... Net iets lekkerder. Ik moet het walen. Ja. Ik denk dat het dit wordt. En ik twijfel nog over mijn schoenen. Nu heb ik gewoon zwarte boots aan, zeg maar. Maar ik heb ook nog... Die zijn natuurlijk ook heel tof. Maar ik weet niet of ik ze hier... Jawel, dat doen we gewoon, toch? Zo, we zijn Hallo. Op pad. Hallo! En ik heb mijn hoed in de auto laten liggen, want ik dacht, als je dan naar een theater gaat. Ja, naar het theater gaat en je hebt zo'n ding op je hoofd. Ik denk, mensen gaan me echt haten als ik dat ding op heb. Dus die hebben me even in de auto gelaten. Yes! Nou, ik heb toch gewoon de zwarte schoenen aangedaan. Van mijn furletasje, as usual. En dan gaan we naar Roei Verveer. Yay! Hallo Tilburg. Tadaa, daar is hij. Welkom gasten van Pink Hooker. Wat leuk. Waar staat dat? Oh, daar. Kijk, helemaal goed. Ik was al bijna aan het slapen en toen dacht ik in één keer, shit, ik heb nog niet wat rustig gezegd. Dus slaap lekker en dan zie ik jullie heel snel weer terug. Want ik ga nu ook gelijk de vlog afsluiten. En ja, dan zie ik jullie volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren.